Fawaka. Het onafhankelijkheidsplein heeft in de loop der eeuwen meerdere namen gekend. Denk aan Exercitieplein, Gouverneursplein, Paradeplein en het Oranjeplein. Dit is het grootste plein in Paramaribo en voor mij het kloppend hart van de stad. Ik ben Tessa Sendaar, dit is Futu Passi en we gaan het hebben over het leven en de gebouwen rondom het onafhankelijkheidsplein. De panden van Suriname staan om het plein. Hier is onze stad ontstaan. Rond 1700 werd het eerste gouverneurshuis gebouwd op de grond waar nu het paleis staat. Maar een paar decennia later bouwde raadsfiscaal van Miel, een gezworen vijand van de gouverneur de Jeus, ook een huis aan het plein. Ik heb het over het Duplessishuis. En dat huis was veel groter en mooier dan het gouverneurshuis. En dat kon de vrouw van de gouverneur niet waarderen. Het kan toch niet dat iemand een mooier en groter huis had dan hun? Ze heeft daarom ook geëist van haar man dat hij dat huis met de grond gelijk maakte. Ecte stri libitori betegi. En stri libi zou nog eeuwenlang een grote rol spelen in de kolonie. Zo drukte elke gouverneur wel zijn stempel op het paleis door er iets aan te verbouwen. Een ander bijzonder gebouw op het plein is het Hof van Justitie. Toen het gouvernement dit pand kocht in 1772, zag het eruit als een statig Amsterdams grachtenpand in rococo-stijl, maar dan van hout. 20 jaar later bleek de houten constructie dusdanig verrot te zijn dat het opnieuw moest worden gebouwd. Om kosten te besparen werden de originele deuren en het bovenste gedeelte van de stenen trap gerecycled. Het pand werd opnieuw opgetrokken in exact dezelfde stijl, maar dan van Nederlandse bakstenen. Boy, als deze muren konden spreken. Je moet nagaan, hè. Al 250 jaar wordt hier recht gesproken. En eigenlijk de indeling van het gebouw is precies als toen. Het is een van de weinige oude stenen panden die Suriname kent. Het heeft dan ook alle branden overleefd. Ook het Duplessishuis heeft alle branden overleefd en staat er dus al bijna 300 jaar. De laatste bewoner was Susanna Duplessis. Susanna ligt begraven in de oude Oranjetuin rondom de Centrumkerk. Haar grafsteen ligt in de kerk, omdat deze na de grote brand van 1821 als fundering is gebruikt. Susanna stond bekend als een van de rijkste, maar ook een van de wreedste plantage-eigenaressen in Suriname. En misschien heb je het verhaal gehoord over Alida, de huislaaf van wie de borst uit jaloezie was afgesneden. Daar refereren ze naar deze dame. Susanna stierf in 1795 en liet een spraakmakende tekst op haar grafsteen graveren. En het luidde, eindelijk ben ik tot rust gekomen. Na haar dood kocht de staat haar huis en werd op het zeeerf dit prachtige pand gebouwd, de Toren van Financiën. Het was de eerste opdracht van de in slavernij geboren stadsarchitect Johan August Voogd. De bekendste Surinaamse architect van de 19e eeuw. In dit ontwerp kwam een kleine toren voor. Omdat de vrouw van de toenmalige gouverneur, barones van Heekeren, vond dat de toren van alle kanten gezien moest worden, gaf ze Voogd de opdracht een grotere toren te ontwerpen. En een juicy detail is dat hij wel het ontwerp aanpaste, maar niet de dragende constructie. De constructie is daarom meerdere malen verstevigd. Maar als je langs rijdt, zul je zien dat die toren nog steeds een beetje scheef staat. Het presidentieel paleis is het pand met het meeste cachet in Suriname.
gouverneurs en presidenten hebben in dit huis gewoond. En als de leden van het Nederlands Koningshuis in Suriname waren, verbleven ze hier. 1991 is het laatste jaar dat dit paleis als ambtswoning werd gebruikt. Het wordt nu overwegend als werkpaleis gebruikt voor staatsbezoeken en recepties. Paramaribo is ontstaan vanuit het Fort Zeelandia. En er waren maar twee hoofdwegen. Je had de Waterkant en je had de Gravenstraat. De Gravenstraat kennen we nu als de Henk Aronstraat. En hier gebeurde het allemaal. Het is nog steeds het belangrijkste huis in Paramaribo. En een van de dingen waaraan je het kan zien, is de huisnummers van de straten. Hoe verder je van het presidentieel paleis bent, hoe hoger je huisnummer is. Check het maar, van alle richtingen is dat zo. Slaven en vrije mochten zich van de kolonisten vooral niet vrij voelen. En daarom was het lange tijd verboden om buiten het stadscentrum feesten te vieren. Het plein was een van de weinige plekken waar iedereen zich mocht vermaken. En vanaf 1800 waren er elke zondagmiddag muziekshows op het plein. Later werden er ook traditionele feesten en rituelen gehouden. En niet te vergeten, de protestmanifestaties. Als je iets wilde beleven, dan kon het hier, in het hart van de stad, op ons plein. If you sap you trotro, ik kan sapemus go. Word ook vriend. Moro ik kom.